Ik heb ook een meisje van 7 dat zit op Instagram. Kom maar, je krijgt een paar kopje met de rol op. Ik heb wel vertrouwen. Ik heb ook wel vertrouwen. Ik ben er klaar voor. Even dit oefenen hoor. Hup. Gaan we, hè? Ja, nu ik pof heb, moet ik me leren focussen op de taak. Gewoon die tijd en zo, dat doet me helemaal niks. Tutru! Hey! Kom maar, je krijgt een paar kopje met de rol op. Kijk, we zien hier nu Herman zichzelf helemaal zot komen. Denk tegen het vloeken aan. Hoe voel je? Hoe is de sfeer? Het is überhaupt een beetje een dieptepunt in mijn bandenwisselhistorie. Hoe voel je, Herman? Een kleine setback, maar ik kom sterker terug. Nu komen mijn onderdelen. 1-0 achterstand. Dat was een close finish. Dus een mooie strijd gezien. Dat trekt me aan op. Oké, jongens, stip op je schaar. Wie gaat beginnen? Hoi. Weer. Je hebt goed op de lange adem. Ja, nu komt mijn moment, hopelijk. Ik ga even bellen met mental coach. Ja, ik ga straks even bellen naar performance manager Jacob Pinsa om te vertellen hoe goed het wel niet ging vandaag. Gelukkig is er geen steep in het gaten. Hé, je moest het rondje nog doen. Terug. Ja. Ja, opnieuw. Jotte, jij opende met 17,97. Sven. 16,83. Oh. Oh. Pijnlijk. Oh! Kust Herman het voorwiel of de grond? Ik heb ook een meisje van 7 dit seizoen op Instagram. Als hij erop springt en hij fietst 10 seconden, dan is hij voor mij de overal winnen. Welke challenge ga je Herman geven? Ja, ik hoorde net iets zwaaien van Herman misschien niet. Is dat een onderbroek? Een paar rondjes moest rijden dus. Wat is de uitdaging voor Piotr? Piotr die mag van mij hier allemaal gaan zingen in het pakhuis. Ik weet dat Piotr nogal van dans is, dus het wordt de dancing queen. Thank you.